is vandaag dinsdag 3 september en we zijn nog aan het bijkomen van Transfer Deadline Day. Ja, podcastmaker Bruce Stoll heeft even een energiedrankje nodig. Met FC Afkikken was hij 10 uur lang live op YouTube tot ver na middernacht. Wat hebben we er zin in? Tot iets na middernacht zijn we met de Transfer Deadline Show deel 2. Ja, Deadline Day is altijd een chaotische dag voor voetballers en hun clubs. Clubs hebben 2 maanden ongeveer om spelers te kopen, maar dan toch op die laatste dag denken ze... Misschien hebben we een betere spelers nodig. Maar het zijn toch allemaal professionele clubs? Dan zou je toch denken, dat fixen ze toch gewoon eerder, niet op het laatste moment? Nee, dat zou je inderdaad denken. Maar wat je natuurlijk heel veel hebt, is dat als bijvoorbeeld de eerste paar wedstrijden niet zo goed zijn gegaan. Bijvoorbeeld, je hebt nog geen doelpunt gemaakt. Dan denk je toch, shit, we hebben een spits nodig. En dan ontstaat de paniek. En zo worden er tot op het laatste moment nog spelers gekocht en verkocht. Zo haalde Feyenoord een Zwitserse verdediger en een Zuid-Koreaanse middenvelder binnen. Kocht PSV een verdediger uit Burkina Faso en had ook Ajax het tot het allerlaatste moment nog druk. Ja, hier heb je het Ajax-shirt natuurlijk. Bergwijn die is weggegaan naar Saoedi-Arabië. Ja, Steven Bergwijn werd gekocht door de Saoedische club Al Ittihad. Zij betalen Ajax 21 miljoen euro om hem over te nemen. Een paar dagen eerder kocht de club uit Amsterdam zelf ook een speler. Ja, Ajax heeft Weghorst gehaald. Wout Weghorst, die kennen we natuurlijk allemaal omdat hij in Nederlands elftal speelt. En de spits had een contract bij de Engelse club Burnley. Daar vertrekt hij nu dus. Hoeveel Ajax voor hem heeft betaald is niet precies bekend. En dat hebben we het over miljoenen, toch? Ja, zeker. Ja. Dus dat geld gaat niet naar een voetballer zelf? Nee, het gaat echt naar de club. Dus je hebt de transfersom. Dus dat is echt het geld wat voor die transfer betaald wordt. En je hebt natuurlijk het salaris. En het salaris gaat wel naar de speler toe. Nu deadline day is geweest, is de transfermarkt dus gesloten. Maar ook weer niet helemaal. Voetballers die geen contract hebben, kunnen nog wel gekocht worden. Zoals bijvoorbeeld Memphis Depay. Dan ben je dus een vrije speler. Dan mag je dus kiezen waar je heen wil. En dan gaan clubs proberen hem te overtuigen. Dus je had bijvoorbeeld, als ik hier kijk, AC Milan. Die hadden interesse in hem. Is een grote club in Italië. Je had FC Porto in Portugal. Er gingen zelfs geruchten dat Flamengo in Brazilië interesse in hem had. Maar Memphis is een beetje Memphis. Hij denkt gewoon rustig na en hij kiest altijd wat hij zelf het leukste vindt. En hij is dus een vrije speler, dus hij had geen rekening te houden met deadline day. En dat gold ook voor de allergrootste speler en transfer van het moment, Kylian Mbappé. Die is van Paris Saint-Germain, een grote club. Is die naar Real Madrid gegaan. Hij sliep vroeger al in een kamer waar alleen maar posters van Real Madrid hingen. Dus daar voor hem eigenlijk een droomtransfer. Alla Madrid!